Met de komst van een database bij het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer moeten alle achterstanden van grondaanvragen worden ingelopen. Dat zei de algemeen directeur van het ministerie, Sivakumar Ramsukul, donderdag tijdens de lancering van het initiatief. De functionaris stelt dat er de afgelopen jaren een bijzonder groot aantal grondaanvragen is opgebouwd. Dat moet worden opgelost. Het is echt noodzakelijk. Als we dit een paar jaar terug hadden, dan hadden we heel veel gevallen kunnen voorkomen. Of hier is het nooit laat. We hebben ervoor gekozen om grondzaken op te lossen en daar is er ook beter. Het doel van de database is het inhalen van alle achterstanden. En te veel achterstanden, hoeveel keer daar is gesproken. Door de jaren heen zijn er eigenlijk ontelbaar veel aanvragen die eigenlijk opgespaard zijn. En die dingen ook te vinden zijn in dozen en buiten zetten zelfs hier en daar bewaard. Dus niemand gaat daarin kunnen gaan om te weer te zoeken. Dus als je een stuk hebt in de report 2018, nooit aan behandelen. Dus daarom hebben we dit systeem. De directeur geeft verder aan dat het systeem moet zorgen voor een degelijke ordening van het aanvraagsysteem voor grondaanvragen. En belangrijk is transparantie. Want met dit systeem, mensen komen te promoten dat als je vandaag hebt ingediend, direct uploaden. Als je morgen of over een maand indien, direct uploaden. Dan kunnen we ook de burgers beschermen. Want wat er gebeurt, als je daar iets indient, dan wordt er vandaag gebeld, zeg wat is, wat boomgrondjagging zo in de gisagrond. Dat zou voorkomen met het systeem. Dat is het belangrijkste. Dit is het model van de grondconversie. We hebben van de week al 5300 beschikkingen uitgereikt. Dus we praten met de wijze dat niet gewerkt. We hebben ook zoveel kritiek hier over dat systeem. Maar ik zie dat waar we vandaag zijn. Ordening van de staat levert alleen maar voordelen, zegt Ramsukul. En hij gaf ook te kennen dat de grondconversie ook voortgang zal genieten.